Henk, de tweede seizoenshelft staat op het punt van beginnen. In welk teken staat de tweede seizoenshelft voor jou? Nou ja, vooral dat je toch enigszins wil revancheren voor de eerste helft. Omdat net als een ieder hebben wij ook het gevoel dat we aanzienlijk meer eruit hadden kunnen halen. Dus er zitten wel wat revanchegevoelens in, ja. Heb je het gevoel dat jouw ploeg er klaar voor is voor zondag? Ja, we hebben een uitstekend trainingskamp gehad. En ik moet zeggen, het gros heeft ook heel goed opgelet op zijn voeding gedurende die mooie dagen. Dus wat dat betreft is er ook een heel goed gevoel. Wat voor gevoel hou je over aan de wedstrijd tegen Cambuur? Ja, dit is trainingkampwedstrijd en is altijd wij hadden niet energie omdat wij hadden echt moeilijke trainen daar en dat was niet. Wij kan niet consideren dat training game really serious, maar ja, wij maken fout en wij kijken terug en wij zijn klaar voor Twente, maar Twente wedstrijd is ander wedstrijd, is competitie, officieel wedstrijd en de focus en alles is anders. Hoe is het met Nathan? Nathan is er weer en die gaan we weer optrainen en die zal van het weekend er niet bij zijn. Maar in principe gaan we hem nu weer rustig maar wel gedreven opbouwen. Ja, is dat de enige speler waar je geen gebruik van kan maken? Ja, op dit moment is hij de enige speler waar we dus niet over kunnen beschikken. Ben je er al over uit hoe je gaat spelen zondag? Nou, zoals je weet hebben we een aantal variaties ook vandaag weer geprobeerd. De jongens ook aangeven dat ze hem niet al meteen in de stress moeten raken. Want ik wil gewoon weten of we verschillende opties hebben en mogelijkheden hebben. Ook gezien de pijntjes die we hadden. We zijn er wel in principe uit, maar ik heb de jongens nog niks aangegeven. Dus dat kan ik nu ook niet hier aangeven. Dan tref je FC Twente. Wat vind je van Twente dit seizoen? Nou ja, het is grappig om te zien dat ik vind de beste speler in de Nederlandse competitie, die heeft de club verlaten. En dan en gezien de problemen die ze vorig jaar hadden, ik denk dat je de trainer met name een compliment moet maken met de omstandigheden en wat hij daarin gepresteerd heeft. Trouwens, ik denk heel de organisatie van Twente. Maar ik denk ook dat je nu kan zien dat er een team staat. Ook hele jonge spelers, maar jongens die wel bereid zijn om voor elkaar strijd te leveren en ook met elkaar een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat een heel belangrijk facet is in hun spel. Los van de kwaliteiten, ze hebben ook gewoon kwaliteiten. Elke ploeg in de Eredivisie heeft kwaliteiten. Maar je ziet wat hun sterk maakt, is toch wel het zijn van een team.